Goedenavond. Ik hoop dat u mij goed verstaat. Mijn naam is Philippe van Houten en ik sta hier voor u omdat ik samen met mijn collega's Wiels, Van der Rijden en Van der Zweerde en vele andere onderzoekers en researchmasterstudenten verantwoordelijk ben voor het Centrum voor Hedendaagse Europese Wijsbegeerte. Zoals dat deze dagen gaat, moet dat ook in het Engels, dus Center for Contemporary European Philosophy, dat het grootste centrum in continentale wijsbegeerten is van Nederland. Althans, wij geloven dat graag, maar we denken ook dat dat echt zo is. En het noemt Europese en niet continentale wijsbegeerte alleen maar om aan te geven dat wij geen dogmatische benadering van de continentale wijsbegeerte beogen, maar ook openstaan voor andere benaderingen. Maar in het bijzonder houden wij ons bezig met fenomenologie, hermeneutiek, psychoanalyse en kritische theorie. Dat is waarom ik hier sta, dat is niet waarom wij hier zijn. Wij zijn hier omwille van ons driejarig bestaan en om bij die gelegenheid te luisteren naar Jos de Mul. Jos de Mul, die hoogleraar is wijsgerig antropologie aan de faculteit der wijsbegeerte. Het is een bijzonder genoegen voor mij, ook omdat ik geloof dat wij de twee laatste hoogleraren wijsgerig antropologie in Nederland zijn. En ik weet niet wat... Ja. En dus van de Erasmus Universiteit. U kent hem ongetwijfeld van verschillende boeken. Ik vermeld er twee recente. Of één is eigenlijk niet zo recent, maar is zodanig veel keren al uitgegeven, wat voor Nederlandse boeken, Nederlandstalige boeken niet zo gewoon is, dat u dat wellicht ervaart als een recent boek. Dat is De Domesticatie van het Noodlot, dat voor de vijfde keer is herdrukt in 2015. En verder ook publiceerde hij in 2014 Kunstmatig van nature onderweg naar Homo sapiens. Dat verscheen dus in 2014. Maar zijn werk werd daarnaast ook bekroond met de Premium Erasmianum en de Socrates Wisselbeker. Dus in ieder geval, wij zijn bijzonder verheugd dat Jos ons driejarig bestaan wil komen ondersteunen. Wat het opzet van de avond betreft, Jos de Mul zal eerst een lezing van een drie kwartier geven over het thema dat u kent. En vervolgens zal hij in gesprek gaan met de coördinator van ons centrum, Arjen Klein-Herenbrink. En zal er na dat gesprek met Arjen ook uiteraard tijd zijn voor vragen uit de zaal. Maar eerst iets anders, want het is niet alleen een feestelijk moment voor het CCEP. Er is ook een ander feestelijk moment dat vandaag gevierd kan worden. En dat is het verschijnen van de Nederlandse vertaling van een boek van Dennis Nobel, die een van de voornaamste stemmen is in de hedendaagse systeembiologie. Dat boek dat noemt The Music of Life, Biology Beyond Genes. En dat boek heeft in zoverre met onze verjaardag ook iets te maken dat Jos de Mul voor dat boek een voorwoord en een nawoord geschreven heeft en dat ook de lezing die hij straks zal geven daar op velerlei manieren bij aansluit. Dus in dat opzicht was het meer dan een goed moment en gegeven het feit dat het boek ook net van de pers is, om de overhandiging van het eerste exemplaar ook vandaag te laten plaatsvinden. En ik geef daarvoor graag het woord, vooraleer we naar de lezing gaan luisteren, graag het woord aan de heer Wissink van Amsterdam University Press, die dat boek zal overhandigen. Dank u wel. Niemand had het boek nog gezien. Jos, ik heb het hier toch echt ook voor me liggen. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Jan-Peter Wissink. Ik ben directeur van Amsterdam University Press. Ik wil in de eerste plaats graag de organisatoren van deze avond bedanken. Radboud Reflects, in samenwerking met het Center for Contemporary European Philosophy. Dank dat u ons ook de gelegenheid geeft om hier enkele woorden tot u te richten. Een tijdje geleden, anderhalf jaar geleden, kwam mijn oudste zoon Thomas kwam naar me toe. En hij zei, zeg, pap, je moet eens een keer met Jos de Mul spreken.
Ik zeg, Jos de Mul, wie is Jos de Mul en waarom moet ik met Jos de Mul spreken? Daniel, die nu 23 is, studeert bedrijfskunde, maar die heeft ook het stoute plan opgevat om filosofie te gaan studeren en in Rotterdam. En daar kwam hij Jos de Mul tegen. En het toeval wilde dat Jos de Mul ook een prachtig boek, een gespecialiseerd boek over Helmut Plessner samen met anderen heeft geschreven. Hele dikke pil in het Engels. Echt voor vakgenoten. Inge, collega van mij, uitgever, en ik zijn toen naar Rotterdam gegaan, hebben uitvoerig met Jos gesproken. En die deed ons de suggestie om het zojuist gememoreerde boek van Dennis Noble uit te gaan geven en te vertalen. We hebben het boek toen gelezen en het is inderdaad een fantastisch boek. En we horen daar vanavond vast meer over door Jos. Noble is eigenlijk bij uitstek een van de voorbeelden wat een uitgeverij zich kan wensen. Het is een boek door een terzakenkundige geschreven, maar ook geschreven op zo'n manier dat een breed publiek daar kennis van kan nemen. Wij zijn als uitgever Amsterdam University Press voortdurend op zoek naar dit soort boeken. Mensen die verstand van zaken hebben en die het verstaan om voor een breed publiek wat te zeggen. Wat is het doel daarvan? Het doel daarvan is om mensen te laten nadenken. Dus niet alleen Radboud moet nadenken, maar iedereen moet nadenken. Ik hoop dat u dat gegeven zal zijn naar de woorden van Jos de Mul. Het boek zal na afloop verkrijgbaar zijn aan het eind. Ik heb het nog niet gezien, maar het schijnt dat er nu een boekentafel ook wordt ingericht. Voor 1995, bijna te geven voor zo'n prachtig boek. Koop het boek dus aan het eind. En ik wil graag het woord richten aan het woord geven aan Jos, maar niet dan nadat ik hem het eerste exemplaar heb overhandigd. Alsjeblieft, Jos. Hartelijk dank. Goedenavond, dames en heren. Om te beginnen wil ik het centrum natuurlijk van harte feliciteren met de derde verjaardag. Dan begint men zo op eigen benen te lopen en de eerste woordjes te babbelen. Dat is ook vanuit de psychoanalyse een belangrijk moment in het ontstaan. Ik wil u hebben spreken vanavond met u over een onderwerp wat filosofen al heel erg lang bezighoudt. En dat is de menselijke natuur. En dat is de vraag, ja, wie en wat zijn wij eigenlijk? En dat is een vraag die eigenlijk, als ik me beperk tot de Europese traditie, filosofen al zo'n 2500 jaar bezighoudt. En dat is nog steeds een vraag die vele verschillende antwoorden ook oproept. Het is ook een lastige vraag. En er zijn een aantal redenen voor. Zowel het onderwerp als de vraag zelf, die hebben de neiging in de loop van de tijd te veranderen. Ik heb hier een plaatje van de evolutie, van het leven. Op aarde is naar schatting kleine 4 miljard jaar geleden dat het leven is begonnen. En u ziet rechts zo telkens inzoomen eigenlijk. Want als we kijken naar de plaats van de mens daarin, die is eigenlijk heel minimaal. Als we het jaar voorstellen als de evolutie voorstellen als een jaar. Stel dat de evolutie die in feite 4 miljard jaar duurt, een jaar zou duren. Dan verschijnt de mens op 31 december op een paar seconden voor middernacht. En dus vlak voordat het vuurwerk afgestoken wordt. Nou, daar zijn we vrij goed in. Dus dat, daar doen wij duchtig aan mee. Dus eigenlijk zijn wij maar in die lange evolutie van het leven een heel klein onderdeel. Maar die hele lange geschiedenis, die resoneert wel in ons. Die speelt in ons nog steeds een rol. Die is nog deel van onszelf gebleven. Maar zelfs al is het een heel erg klein deel, voor de mensenleven is het weer een hele lange geschiedenis. Want de eerste mensachtigen, die zijn zo'n 2,5 miljoen jaar geleden op aarde verschenen. En dat is vanuit menselijke geschiedenis bezien weer een enorme lange tijd. En dat maakt het al heel erg lastig om die vraag de menselijke natuur te beantwoorden. Want over welke mens hebben we het dan? Hebben we het over de mens die nu leeft? De
Homo sapiens sapiens, zoals die genoemd wordt? Of denken wij die 2,5 miljoen jaar daar ook bij? Het is wel belangrijk, omdat die ook daarvoor geldt dat veel van de evolutionaire verworvenheden, zeg maar, ook in die hedendaagse mens nog steeds een rol speelt. Waarom is het een lastige vraag? Niet alleen omdat het object een lange geschiedenis heeft, maar ook de vraag heeft een geschiedenis. En eigenlijk is de vraag naar die geschiedenis heel recent. Als we bijvoorbeeld kijken naar David Hume, uitermate sceptisch filosoof, die betwijfelde alles. Maar die schrijft toch vrij plomp verloren eigenlijk in 1748, wanneer hij het over de menselijke natuur spreekt. Zegt hij, ja, de menselijke natuur die is eigenlijk nooit veranderd. Die is hetzelfde in alle tijden en alle plaatsen. Het hele idee dat wij een lange geschiedenis hebben is een heel recent idee eigenlijk. Dat is pas in de loop van de 19e eeuw opgekomen. Dat maakt dat die hele vraag naar de menselijke natuur een hele andere is geworden. Wij kunnen die geschiedenis nu niet meer wegdenken. Voor ons is de vraag naar de menselijke natuur ook altijd een historische vraag. Een natuurhistorische en ook een cultuurhistorische vraag. Nu kunnen we natuurlijk proberen die geschiedenis deel te maken van een onveranderlijke menselijke natuur. Helmut Plester heeft dat in zekere zin geprobeerd door te zeggen, de menselijke natuur is heel open. Wij moeten altijd onszelf nog verwezenlijken. En daardoor hebben wij een geschiedenis. Wij liggen niet vast. Hè? Een dier dat geboren wordt, een leeuw, die heeft een aantal instincten van nature. Die moet hij inoefenen. Dat gaat niet vanzelf. Maar een leeuw hoeft zich nooit de vraag te stellen, zal ik een registeraccountant worden? Of wat moet ik met mijn leven doen? Want dat is in feite, ligt dat vast. Bij de mens is dat niet het geval. Wij zijn open. We staan open naar de geschiedenis. En dat betekent ook dat wij openstaan naar verschillende manieren om onszelf uit te leggen. Er is nog een andere reden dat die vraag naar de menselijke natuur heel lastig te beantwoorden is. En dat komt omdat de menselijke natuur heel veelzijdig is. Er zijn zoveel aspecten aan ons leven. Waar moet je op focussen? Wat zijn de belangrijke elementen daarvan? Is dat ons natuurlijke deel, dat deel wat wij in de loop van de evolutie hebben meegekregen? Is dat onze geschiedenis? Is dat onze persoonlijke geschiedenis, wat we in ons leven meegemaakt hebben? Zijn dat onze psychologische kenmerken? Zijn dat onze emoties? Is dat onze ratio? Dat zijn vele aspecten van het menselijk leven. En als je vraagt naar de menselijke natuur, moet je die in feite allemaal daarbij betrekken. En dat maakt de mens tot onderwerp ook van vele wetenschappen. En er zijn vele menswetenschappen, empirische menswetenschappen. Denk aan de psychologie, de sociologie, de politicologie, de antropologie. Ook in de natuurwetenschappen wordt de mens bestudeerd. De evolutietheorie, daar hoort de mens ook in thuis. De medische antropologie. Dus het is een zeer rijk geschakeerd fenomeen, de mens. Dat door vele verschillende brillen wordt bekeken. Toch zal ik vandaag maar op één specifieke beantwoording van die vraag ingaan. Oh, ik heb hier nog, dat vergat ik nog te zeggen, als we kijken door die lange geschiedenis heeft de mens ook vele verschillende definities gekregen. Denk aan de zoon politicon. Nou, Aristoteles spreekt over de mens als een politiek wezen. De animal rationale, mens als rationeel wezen. Animal symbolicum, wezen dat tekens gebruikt. De homo sapiens, de wijze mens. De homo faber, we arbeiden. De homo ludens, vrij recent door Huizinga geïntroduceerd, de spelende mens. En het zijn niet alleen ook de wetenschappen die zich daarmee bezighouden. Ook de religie heeft allerlei antwoorden op de vraag naar die menselijke natuur. En ook de kunst doet dat. En ik vind dit een mooi beeld van Maurits Escher. Mens die zichzelf in een spiegel bekijkt. Ook de kunsten hebben altijd zich bezig gehouden met de vraag, wat is nu precies eigenlijk die mens? En die zelfbespiegeling, en dat is heel kenmerkend. Toch, zoals gezegd, ik zal vanavond toch vooral op één specifiek antwoord ingaan. Namelijk het antwoord dat het neo-Darwinisme geeft op de vraag, wat is de mens? En ik doe dat niet omdat ik denk dat neo-Darwinisme het bij het rechte eind heeft. Sterker nog, ik zal vandaag een heleboel kritische
argumenten inbrengen tegen dat neodarwinisme. Maar ik doe dat omdat dat neodarwinisme een enorme invloed heeft gehad op ons mensbeeld op dit moment. Het is een wetenschappelijke theorie, maar het is er één die ook enorm veel invloed heeft gehad op een heel breed publiek van leken en geïnteresseerden. En een boek wat daar als geen ander voor verantwoordelijk is geweest, dat is The Selfish Gene van Richard Dawkins. Het is ook in het Nederlands vertaald. Onze zelfzuchtige genen heet het in het Nederlands. Het is een boek wat enorm populair is geweest en nog steeds is. Het is overigens dit jaar, vieren we het 40-jarige jubileum. 3 jaar is heel mooi, Philippe, maar u kunt nog niet tippen aan Richard Dawkins. 40 jaar geleden is dit boek uitgekomen, in 1976. En volgens de uitgever, en nu denk ik, kan de uitgever ook nog niet aan tippen, want er zijn er 1 miljoen van verkocht. Er zit een aardig publiek hier, maar dat miljoen ga je vanavond nog niet halen natuurlijk. Met het boek van Ernest Noble. 1 miljoen exemplaren alleen in het Engels. En het is ook in 25-tal talen vertaald. Dus het heeft enorme impact gehad. En heel interessant, niet alleen op leken, want het is een populair wetenschappelijk boek, maar ook op wetenschappers. Want tegenwoordig, wetenschappen zijn zo enorm gespecialiseerd. Er zijn mensen in een laboratorium bezig, die zijn gespecialiseerd in 1 gen. En daar houden ze zich decennia lang mee bezig. En die hebben vaak niet zo'n beeld van het hele plaatje van wat betekent dit alles nu voor ons beeld van de mens. En Richard Dawkins heeft in dit boek, hij is een meesterlijk stylist, heeft daar een prachtig verhaal over verteld. Wat niet alleen leken, maar ook veel wetenschappers heeft doen denken, zo zit het in elkaar. Onze zelfzuchtige genen. Goed, dat neodarwinisme is niet zonder kritiek gebleven. En een van de belangrijkste critici van het neodarwinisme zijn toch vertegenwoordigers geweest van traditionele opvattingen over de mens en over de wereld. En met name uit christelijke hoek. Ik beperk me hier even tot de christelijke wereld. Het is overigens wel interessant, maar ik ga er niet over uitweiden, dat bijvoorbeeld in de islamitische wereld de evolutietheorie veel minder weerstand heeft opgeroepen. De islamitische wereld heeft altijd tamelijk open gestaan voor empirisch onderzoek. En daar is nooit zo sterk die spanning heeft daar bestaan zoals die in het Westen heeft bestaan. En u ziet hier 2 tekens. Nou, het rechter kent u wel, dat is het symbool van het christendom. En links ziet u dat het pootjes heeft gekregen, zeg maar het symbool van de evolutietheorie. En die 2 hebben nogal antagonistisch tegenover elkaar gestaan. En bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is dat nog steeds het geval. Kunnen wij ons niet zo heel goed voorstellen, maar er zijn staten in Amerika waar het verplicht is als een school evolutietheorie doseert, ook creationisme moet doseren. Als een alternatieve theorie. En dus het geeft aan dat dit neo-darwinistische wereldbeeld niet geheel zonder kritiek is gebleven. Ook vanuit biologische kringen. Maar door die omstandigheid dat het neo-darwinisme altijd in discussie was, in kritisch debat was met christelijke denkers, met creationisten, voelden andere biologen zich vaak wat ongemakkelijk om dat neodarwinisme aan te vallen. Want neodarwinisten zagen dat vaak als een aanval in de rug. Zo, hè, want als een niet-darwinistische of neodarwinistische bioloog iets van kritiek inbracht, werd dat vaak door creationisten gebruikt. Die zeiden, zie je wel, zelfs biologen zeggen dat het niet klopt. En dus dat maakte de theorie vaak wat ongemakkelijk en maakte ook dat het neodarwinisme, en Richard Dawkins is een goed voorbeeld, steeds militanter werd ook in de atheïstische houding bijvoorbeeld. Dawkins heeft ook een aantal boeken, The God Delusion bijvoorbeeld, geschreven over het christendom, of meer algemeen over religieus, als een soort achterhaalde of achterlijke denkbeelden. En dat heeft andere biologen vaak ertoe gebracht om zich niet in die discussies te mengen. Toch is dat wel veranderd. En vooral de laatste 15 jaar
Een beetje ongeveer toen het Human Genome Project ten einde kwam. Wat zo van 1990 tot 2003 ongeveer heeft plaatsgevonden. Is er ook een groeiende kritiek in de biologie. En daar wil ik het over hebben. En die Dennis Noble, ja, waar vandaag dat boekje van uitgekomen is, is daar een belangrijke representant van. Ik kom daar zo nog op terug. Wat ik wil doen vanavond is drie stappen maken. In de eerste plaats wil ik even ingaan. Ik heb dat neo-Darwinisme een aantal keren genoemd. Wil ik ingaan, wat zegt dat precies? Wat is precies de stelling die het neo-Darwinisme naar voren brengt? En het tweede blokje wil ik ingaan op ontwikkelingen in de genetica, in de biologie, die zeer kritisch zijn ten opzichte van dat neo-Darwinisme. En die laten zien eigenlijk dat dat neo-Darwinistische wereldbeeld, dat dat op zijn minst een aantal elementen heeft die niet meer in overeenstemming kunnen worden gebracht met de empirische gegevens. En tenslotte zal ik ingaan, wat betekent dat voor ons zelfbegrip? Want deze theorieën, dat geldt zowel voor het neo-Darwinisme als de critici, die theorieën die hebben een belangrijke impact, die hebben belangrijke gevolgen ook voor ons zelfbegrip. De manier waarop we onszelf begrijpen. Ik zal uitleggen in de loop van mijn verhaal ook waarom dat het geval is. Laten we beginnen met dat neo-Darwinisme en met name wat wel aangeduid wordt als de moderne synthese. Die twee begrippen zijn niet precies hetzelfde, moderne synthese en neo-Darwinisme, maar ze worden vaak wel in één adem genoemd en soms ook wel als synoniemen. We zullen zien wat ze betekenen. Goed, als we kijken naar de biologie, de geschiedenis van de biologie, dan zien we dat Linnaeus, een van de grondleggers van de moderne biologie, die in dezelfde tijd leefde als David Hume. Ik citeerde u David Hume, die zei, ja, de menselijke natuur is eigenlijk altijd dezelfde geweest in alle tijden. En Linnaeus, die denkt eigenlijk ook nog op dezelfde statische manier. Linnaeus is heel belangrijk geweest voor de moderne biologie, want hij heeft een voorstel gedaan van een indeling van alle levende wezens. En die systematiek die hij heeft ingevoerd, wordt nog steeds gebruikt. Dus dat is een hele belangrijke stap geweest in het ontstaan van de moderne biologie. Maar hij had eigenlijk ook nog een heel statisch wereldbeeld. In de zin dat die soorten door hem beschreven werden alsof ze altijd op die manier hadden bestaan. Aan het eind van zijn leven begon hij wat te twijfelen en begon hij ook voorzichtig wat denkbeelden toe te laten over de ontwikkeling van soorten. Maar dat ging nog niet van ganse harte. We spreken hier over 1735. Pakweg 65 jaar later wordt er een boek gepubliceerd door Jean-Baptiste Lamarck. En daarin wordt voor het eerst eigenlijk, en hij is niet helemaal de uitvinder ervan, want in die tussenperiode, zeg maar, die laatste decennia van de 18e eeuw is er heel veel gebeurd. Maar in dit boek wordt voor het eerst heel krachtig en heel systematisch een evolutietheorie naar voren gebracht. Alle organismen die bestaan, zegt Lamarck, die hebben een lange geschiedenis. Die hebben niet altijd bestaan, maar die zijn voortgekomen uit eerdere organismen. En hoe komt dat? Nou, er zijn twee krachten, zegt Lamarck, die daarvoor verantwoordelijk zijn. De eerste, pouvoir de vie, de levenskracht. Dat is de kracht die organismen eraan toe aanzet om zich steeds verder te ontwikkelen, om steeds complexer te worden. Dat is een soort inherente kracht. Die komt niet van buiten. Het is niet een ingreep van een god of wat dan ook. Die zit in de natuur zelf om zich steeds verder te ontwikkelen. Ook bij Nietzsche tref je dat bijvoorbeeld later nog aan als hij zegt, alles wat leeft heeft het in zich om buiten zich, om over zich heen te gaan, over zichzelf heen te gaan, boven zichzelf uit te stijgen. De tweede kracht die Lamarck onderscheidt, dat is het vermogen tot aanpassing. Want, zegt Lamarck, we zien dat de wereld steeds verandert in de loop van de tijd. En organismen hebben enerzijds die interne kracht die ze tot steeds verdere complexe organisaties aanzet. Maar tegelijkertijd moeten die organismen zich ook aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Als het warmer wordt
op aarde of het wordt kouder. Ja, dan moet je daar aanpassen als levensvorm. Je moet zorgen dat je warm blijft of dat je juist verkoeling krijgt. En in dat kader onderscheidde Lamarck twee wetten. En de eerste luidde dat organen die heel intensief gebruikt worden, die hebben de neiging zich te versterken. Klauwen, als je een dier zijn klauwen nodig heeft om te graven bijvoorbeeld, omdat het in holen woont, dan zullen in de loop van die tijd die klauwen steeds groter en steeds krachtiger worden. Terwijl organen die niet gebruikt worden, denk aan de kieuwen, bijvoorbeeld bij de mens, die worden heel rudimentair, daar blijven nog hele kleine overblijfselen van. Maar als je die niet meer gebruikt, dan nemen ze dan worden ze steeds kleiner en steeds zwakker in feite. De tweede wet die Lamarck formuleerde in het licht van die aanpassing, dat was wat hij noemde de overerving van de verworven eigenschappen. Hij ging ervan uit dat als een organisme door oefening een bepaalde eigenschap verkreeg, dat die eigenschap ook overgedragen werd op het nageslacht. En een beroemd voorbeeld daarvan zal ik u zo laten zien. Voordat ik dat laat zien, nog een algemene opmerking. Die evolutie zoals Lamarck die zag, die verloopt vrij snel. Want je kunt in één levensperiode, in één leven, kan een organisme iets aanleren en dat onmiddellijk overgeven naar de volgende generatie. Het is schoksgewijs. Je leert iets nieuws, een grote verandering. En het is ook doelgericht, want het wordt met een specifiek doel aangeleerd. Nu, een beroemd voorbeeld wat Lamarck geeft en wat ook door voor- en tegenstanders vaak wordt genoemd, is de giraf. Waarom heeft de giraf zo'n lange nek? En giraf zei, als je een groep giraffen hebt en je hebt weinig bomen, dat is het geval op de savannes waar die wonen, dan is het van belang om bij de hoogste blaadjes te kunnen om te overleven. Dus je moet oefenen. En door dat oefenen rekt die nek langzaam uit, zegt Lamarck. En daardoor wordt die eigenschap vervolgens ook, door die wet, overgedragen op het volgende geslacht. Dus die kregen kleine girafjes met langere nekken. Nu, die theorie van Lamarck die was tamelijk populair in de 18e eeuw. En ook Darwin bijvoorbeeld, in The Origin of Species, die noemt deze wet. En ook dit voorbeeld van de giraffen. En hij was het daar geheel mee eens. Maar, zegt hij, er is ook nog een andere wet. En dat is de wet van de natuurlijke selectie. En dus voor Darwin was dat niet zozeer een uitsluitend alternatief. Het was erbij. Darwin was een tamelijk liberaal denker wat dat betreft. Hij stond open voor meerdere verklaringen. En die natuurlijke selectie, die heeft Darwin beroemd gemaakt. De filosoof Daniel Dennett heeft in zijn boek Darwin's Dangerous Idea ooit geschreven: dit is het beste idee wat iemand ooit gehad heeft in de wereldgeschiedenis. Het idee van de natuurlijke selectie. En waarom is het zo'n goed idee? Nou, eigenlijk ook omdat het zo verdraaid simpel is. We hadden het allemaal kunnen bedenken. Helaas hebben we dat niet gedaan, maar Darwin heeft dat wel gedaan. En je zou het kunnen samenvatten, je kunt er een heel verhaal over vertellen, maar je kunt het eigenlijk samenvatten in drie simpele regels of wetmatigheden. Ten eerste is het zo, organismen reproduceren zich. Nou, wie heeft dat niet opgemerkt in zijn leven dat dat af en toe gebeurt? Dus dat was de eerste observatie van Darwin. De tweede observatie was, dat nageslacht laat variatie zien. Niet alle kinderen zijn hetzelfde. De ene is wat langer, de ander is wat dikker, de volgende is wat slimmer, de ander is wat dommer. En er zijn allerlei kleine variaties in alle eigenschappen eigenlijk van het organisme. Waarom dat kwam, Darwin had niet het flauwste idee, maar hij nam het waar. En nu, en dit is eigenlijk het belangrijkste, want dat tweede had u ook wel opgemerkt, denk ik, als u om u heen keek. Maar het derde punt, en dat was het grote idee van Darwin, hij zegt, kijk, we hebben altijd te maken op aarde met de schaarsheid van bronnen. En dat betekent dat er in de strijd om het bestaan enkel die organismen
die variaties kennen, die maken dat ze beter aangepast zijn aan hun omgeving, dat die zich reproduceren. De anderen gaan ten onder. Dat is de natuurlijke selectie. En dat zijn minimale verschillen. Bij Darwin gaat het er niet om dat je in een leven, gedurende één leven, een hele nieuwe eigenschap kan ontwikkelen. Nee, het gaat om hele kleine, graduele verschillen. Dus de evolutie volgens Marx verloopt heel langzaam, gradueel, kleine veranderingen en ook toevallig. Want Darwin wist niet hoe het kwam, maar hij zegt er zijn geen echte redenen. Kijk, bij Lamarck was het door training dat die nek langer werd. Bij Darwin is het toevallig. En waarom dat precies plaatsvond, was, hij wist dat niet. Goed, die beide theorieën, natuurlijke selectie en de Lamarckiaanse overerving door oefenen, die waren beide populair. Maar aan het eind van de 19e eeuw kwam een eind aan de populariteit van Lamarck. En dat kwam door Weismann. En Weismann die deed een nogal, laat ik zeggen, wat sadistisch experiment met muizen. Hij nam een grote groep muizen en daar kapte hij de staart ervan af. En hij zei, nu eens kijken, dat is aangeleerd. Nu eens kijken of de volgende generatie ook korte staarten heeft. Nou, dat was niet het geval. Nou, nog een keer proberen. En zo heeft hij een aantal generaties muizen heeft hij de staarten eraf geslagen. En telkens bleken het nageslacht toch die lange staarten te hebben. Dus Weismann, op basis van dit experiment, verklaarde de theorie van Lamarck, die klopt niet. En eigenlijk is die theorie sinds dat moment, tot eigenlijk vrij recent, eigenlijk een taboe geweest in de biologie. Als je van Lamarckisme werd beschuldigd, nou, dat was ongeveer hetzelfde als een lichtelijke verstandelijke handicap. Dat was niet een theorie waar je als bioloog, zeg maar, je populair mee kon maken. Dat idee wordt ook wel aangeduid als de Weismann barrier. Want wat hij in feite zegt, is enkel veranderingen in de geslachtscellen kunnen veranderingen in het nageslacht teweeg brengen. Het organisme, zeg maar de rest van het lichaam, de omgeving, leerprocessen, et cetera, die hebben geen enkele invloed. Dus er is een duidelijke barrière tussen de geslachtslijn en het organisme. En wat daar tijdens het leven gebeurt, dat heeft geen enkel invloed op de overerving. Darwin, die wist niet waar die variaties vandaan kwamen. Dat had hij wel kunnen weten, want een leeftijdsgenoot van hem, Mendel, Georg Mendel, die heeft tijdens het leven van Darwin ook nog de erfelijkheidswetten geformuleerd. Dat niet zo bekend was, ja, het werd in wat obscure bladen gepubliceerd. En Mendel die zat ergens in Oost-Europa in een klooster, dat was een monnik, erten te kruisen. Ook niet een plaats waar je onmiddellijk wereldbekendheid mee verwerft. Maar wat hij onderzocht was wel heel belangrijk. Want hij liet zien, als je erten kruist en je gaat letten op de eigenschappen, bijvoorbeeld de kleur van de bloemen, dan zie je dat er mathematische verhoudingen zijn die telkens terugkeren. En hij heeft dat precies beschreven. Dus wat hij ontdekte was dat erfelijkheid discrete eigenschappen zijn. Eigenschappen die heb je wel of niet. Je hebt blauwe ogen of je hebt bruine ogen of je hebt grijze ogen. En die eigenschappen die worden overgegeven naar het volgende geslacht. Maar van veel eigenschappen heb je een dominante en een recessieve variant. En afhankelijk of de andere ouder diezelfde eigenschappen heeft of andere, kun je voorspellen zoveel procent zal, van een vader en moeder, de een met grijze ogen, de ander met groene, zoveel procent zal grijze hebben, zoveel groene. Dus die wetten waren heel belangrijk. En die eigenschappen, Mendel gaf daar nog geen namen, ja, hij sprak van dominante en recessieve eigenschappen, die werden niet lang daarna door een Deen, Johansen, genen genoemd. Genen, dat zijn de eigenschappen in het organisme die de dragers zijn van die eigenschappen. Dit boek moet ik nog even laten zien. Evolution, the Modern Synthesis. Hier komt dat woord moderne synthese. Die moderne synthese slaat in feite op het samenvoegen in de loop van de 20e eeuw
van enerzijds het idee van de natuurlijke selectie van Darwin en anderzijds het idee van de erfelijkheid via discrete eenheden, die inmiddels genen werden genoemd, door Mendel. Dus Mendel en Darwin samen vormen de moderne synthese. En dat wordt ook vaak aangeduid als het neo-Darwinisme. Het neo zit dus in de versmelting van de evolutietheorie met de genetica. En die theorie, die in de loop van de 30er, 40er jaren grote populariteit verwierf, die kreeg vooral een enorme boost in 1953 toen het DNA werd ontdekt. Want nu, men was steeds op zoek geweest, waar zitten precies die erfelijke eigenschappen? Waar kunnen we die aantreffen? En toen ontdekte men een molecuul, het DNA, waarin die eigenschappen liggen gecodeerd. En dat DNA is een hele lange molecuul, bestaande uit, wat wel aangeduid wordt als letters, 4 nucleotiden. En de volgorde daarvan is een soort code, net zoals je letters in de taal hebt, die beschrijven bepaalde eigenschappen. In principe gaat het erom, wat ze doen, is een code voor het aanmaken van bepaalde proteïnen, eiwitten. En die eiwitten zijn heel belangrijk, want die spelen een enorm belangrijke rol in het menselijk of in het leven in het algemeen. Want eiwitten zijn niet alleen bouwstoffen. Uw lichaam is voor een belangrijk deel uit eiwit opgebouwd, maar het zijn ook brandstoffen. Ze zorgen voor energie. Het zijn boodschappers in de vorm van hormonen. Het zijn afweerstoffen, die zorgen dat infecties u niet al te ziek maken, et cetera. Dus die eiwitten zijn heel belangrijk. En de eiwitten worden gecodeerd door dat DNA, door dat molecuul. En dat molecuul van DNA speelt 2 belangrijke rollen. In de eerste plaats, wat zou je kunnen noemen, de verticale functie. Want dat wil zeggen dat DNA, wat precies aangeeft welke moleculen er worden aangemaakt, en dus ook welke kleur uw haar is en allerlei eigenschappen van u, die worden overgegeven naar het volgende geslacht. En dat betekent dat uw nageslacht allerlei kenmerken vertoont die lijken op u. En in het geval u 2 ouders heeft, en dat zal in de meeste gevallen denk ik het geval zijn, bent u een mix van eigenschappen van die beide ouders. En het heeft dus die horizontale functie in de zin dat tijdens het leven speelt dat DNA ook een rol. Het is niet alleen een opslagmedium met eigenschappen die doorgegeven worden. Maar tijdens het leven creëert dat DNA voortdurend of produceert dat DNA voortdurend al die verschillende eiwitten die nodig zijn om te leven. En dit was een groot moment in de biologie, in de moderne biologie. Want men zei, nu kennen wij de genen. En nu kunnen wij ook die genen bepalen. We weten precies welke genen iedereen heeft. En we kunnen dan ook allerlei uitspraken doen, bijvoorbeeld over ziekten. Want ook allerlei ziekten zijn te wijten aan bepaalde DNA-combinaties. En het idee was, als we dat DNA in kaart brengen en bepalen welke DNA-delen, welke genen. Want een gen is een bepaalde sequentie, een bepaalde serie van die nucleotiden. Wanneer we dat allemaal bepalen waar ze voor coderen, dan kunnen wij allerlei voorspellingen doen over het leven, maar ook allerlei ziekten gaan genezen, et cetera. En dan hebben we in feite de code van het leven hebben we te pakken. Dat was het idee. En dat DNA gaf ook een antwoord op dat lastige probleem met die giraffen. Want zoals gezegd, die oplossing die Lamarck had bedacht, die werd niet meer als correct aangenomen. Maar hoe zat het dan? En wat men ontdekte ook, dat DNA, dat wordt overgedragen op het nageslacht. Maar bij het kopiëren van dat DNA naar het nageslacht vinden soms ook kopieerfoutjes plaats. U kunt dat een beetje vergelijken met middeleeuwse geschriften. Monniken schreven die boeken over, maar er zat wel eens een monnik wat te dromen. Of hij lette even anderszins niet goed op en maakte een schrijffout. En alle boeken daarna die gekopieerd werden, vertoonden diezelfde schrijffout. Want de volgende overschrijvers namen die fout over. Nou, zo is dat ook bij het DNA. Soms vindt er een kopieerfoutje plaats en dat kopieerfoutje wordt door de volgende geslachten ook overgenomen. En dit was ook het antwoord op het probleem van de variatie. Want er werd gezegd, in feite die variaties zijn het gevolg. Nou, enerzijds van de
combinatie van de eigenschappen van de ouders. Maar belangrijke, echt nieuwigheden komen erin door kopieerfoutjes. Nou, die kopieerfoutjes kunnen soms nadelig zijn. En dan verdwijnen ze ook snel weer. Bijvoorbeeld als een bepaald gen verkeerd gekopieerd wordt, wat een hele belangrijke levensfunctie codeert, ja, dan heb je een groot probleem. Als het hart niet gevormd wordt tijdens de embryonale ontwikkeling, ja, dan gaat de vrucht dood. Maar soms kan, soms is zo'n verandering, kun je helemaal niet merken. Dat heeft te maken met het feit dat slechts een deel van het DNA codeert. Het andere, en dat is het grootste deel, 98% weet men, of wist men niet in die tijd wat het precies deed. Dat werd junk DNA genoemd. Een soort afval uit de evolutie. Dus soms gebeurde er niks en soms was het ook voordelig. Bijvoorbeeld als door een kleine genetische verandering de nek van de giraf ietsje langer werd. Dat was een toevallige kleine verandering, maar die evolutionair voordelig was. Als je daardoor bij de blaadjes kon waar de andere giraffen niet bij konden, dan had je grotere overleveringskansen. En omdat dat foutje er eenmaal in zat, zat dat ook op het nageslacht. Ja? Zoals die schrijffout in dat middeleeuwse geschrift. Dus alle volgende giraffen uit die lijn, die hadden ook die langere nek. En daar had je ook weer variatie. Daar was er ook weer eentje bij met een wat langere nek. Etcetera, etcetera. En zo, heel langzamerhand, werden veranderingen in het DNA bewerkstelligd. Goed. Watson en Crick, de ontdekkers van het DNA, die formuleerden, en met name Crick heeft dat gedaan, formuleerden ook een wetmatigheid en die volgde eigenlijk nog voort uit die Weissman barrier. Want zij zeiden dat DNA dat codeert voor messenger RNA, dat is een soort tussenstap, en daar komen de eiwitten uit voort. En dat is een ene richtingsverkeer en dat kan nooit de andere kant op gaan. Je kunt van eiwitten geen DNA maken. Van DNA kun je naar eiwitten toe, maar niet terug. De biological information flow gaat één richting uit. Nou, klopt dat? Inderdaad, dat klopt in de zin dat je inderdaad van een eiwit geen DNA kan maken. Maar dit, onder invloed van die Weissman barrier, werd dit heel krachtig uitgelegd in zekere zin. Verder dan in feite de oorspronkelijke stelling ging. Want er werd gezegd, op geen enkele manier heeft de omgeving invloed op dat DNA. Veranderingen in het DNA vinden alleen op het niveau van het DNA zelf plaats, door mutaties of recombinatie. En dat was een, dat wordt wel het centrale dogma van het neo-darwinisme genoemd. En ja, een raar woord eigenlijk, dogma voor de wetenschap, want dogma's horen meer bij het geloof. En Crick heeft ooit later in een interview gezegd van, ja, ik heb dat dogma genoemd, maar ik wist niet wat het woord betekende. Het zou kunnen, maar een beetje, het klinkt toch een beetje zwak. Maar in ieder geval, het is wel als een soort dogma opgevat. Mensen die daarvan afweken, die werden vaak verwaarloosd. En we zullen straks een paar voorbeelden zien van mensen die in de jaren 50 tot hele andere bevindingen kwamen al. En die in feite niet serieus werden genomen of pas veel later werden gehoord. Goed, dit hele idee heeft geleid tot wat wel genoemd wordt een gencentrische opvatting van de biologie. Want het gaat allemaal om de genen. De genen bepalen wie u bent. De genen bepalen welke ziektes u zult krijgen. En de hele omgeving of uw lifestyle of dergelijke, dat heeft er heel weinig mee van doen. En het is niet alleen gencentrisch, het is ook reductionistisch in de zin dat in feite alle hogere eigenschappen worden herleid tot genen. En het is ook in zekere zin een nihilistische opvatting, zou je kunnen zeggen, omdat uw gedrag in feite niet veel meer is dan een uitdrukking van uw genen. U mag denken dat u vrij bent om bepaalde dingen te doen, maar in feite brengt u slechts uw genen tot expressie. En dat idee dat al bij Williams in zijn boek zit, is gepopulariseerd door Dawkins. In dat idee van de selfish gene. En Dawkins, het is een geweldige schrijver en het leest echt met rode oortjes dat boek. En die zegt, ja, u denkt wel dat u allerlei dingen doet, maar eigenlijk bent u niets meer dan een voertuig voor uw zelfzuchtige genen. Want de genen die willen voortbestaan en die gebruiken u tijdelijk als omhulsel, want zonder u kunnen ze niet bestaan, maar u bent een soort collateral damage die als ze zich reproduceren weer terzijde wordt geschoven.
En bijvoorbeeld ook als u nu, stel u vindt uzelf heel altruïstisch. Ja, uw broer dreigt onder een auto te komen en u sprint de straat op om uw broer te redden. En zegt u nou, dat is een goede daad. Nee, helemaal niet, zegt Dawkins. Want uw broer heeft dezelfde genen. Uw genen willen de genen van uw broer redden. Ze willen eigenlijk zichzelf redden. Het zijn zelfzuchtige genen. Dat is het idee van Dawkins. Dus alle morele kwaliteiten, et cetera, worden herleid naar het gedrag van zelfzuchtige genen. En ja, je moet bij presentaties nooit lange teksten op je PowerPoint gebruiken. Dat is de eerste les die ik hoor. Maar dit is zo'n mooi citaat, ik kon dat niet nalaten. Dit is een boek, dat is vorig jaar verschenen, Postgenomics heet dat. En dat gaat over een aantal ontwikkelingen waar ik zo over ga vertellen, die een ernstige kritiek op dat neo-Darwinisme inhielden. Maar ze zeggen, ja, die biologen, toen ze die genen hadden ontdekt, werden ze eigenlijk allemaal verliefd erop. Want het is toch prachtig materiaal, je kunt het meten. Nou, wat wil een wetenschapper meer dan iets dat je kunt meten? Je kunt voorspellingen doen, je kunt ziekten bedrijven, en je kunt er heel veel subsidies voor krijgen. Nou, geweldig, hè? Als een klein beetje genen mooi zijn, dan zijn heel veel genen heel mooi, zeggen ze hier. Vandaar het Human Genome Project. Laten we alle genen van de mensen eens uitvogelen. En dat was een heel gedoe, want ik had het over die nucleotiden in het DNA. Eén zo'n DNA bij u, in één cel, bestaat uit 3 miljard nucleotiden. Nou, ga die maar eens even in kaart brengen. Dat is een fix karwei. Hoeveel genen zouden we eigenlijk hebben? Nou, daar had men een idee over, want we kennen ongeveer 100.000 eiwitten in ons lichaam. 100.000 verschillende eiwitten. Dus het idee was, dan hebben wij ongeveer ook 100.000 genen. Want ieder gen codeert precies voor één eiwit. Nou, dat viel eigenlijk tegen, hè, want we begonnen met dat Human Genome Project in 1990. In 2003 ongeveer was het in kaart. Toen bleken wij geen 100.000 genen te hebben, maar ongeveer 30.000. En dat is steeds nog naar beneden bijgesteld. Het laatste getal is 20.500. Ja, dat viel wel een beetje tegen. Er zijn rijstsoorten die 60.000 genen hebben. Dus ja, op het vlak van narcistische zelfkrenking, maar dan niet van het individu, maar van de menselijke soort, was dit even toch een dompertje. Ja. Maar het was ook nog lastig natuurlijk, want als het zo is, en nu komen we aan voorbij de genen, als dat zo is, hoe kan het dan dat we toch 100.000 eiwitten hebben als we maar iets meer dan 20.000 genen hebben? Dat was het eerste probleem eigenlijk voor dat neo-Darwinisme. Het idee one gene, one function, dat je ieder gen codeert voor één eiwit, kon dus niet kloppen. Nou, wat men ontdekte was dat genen meestal niet alleen werken, maar in netwerken. Dat je meerdere genen nodig hebt om een bepaald eiwit te produceren. En dat maakte de zaak ontzettend gecompliceerd. Want alleen als het zo zou zijn dat je drie genen nodig hebt voor ieder eiwit. Noem maar eens een voorbeeld. Vaak zijn het er honderden zelfs. Maar laten we maar eens drie nemen. En je hebt 20.000 genen. 3 × 20. Dan heb je heel wat verschillende combinaties. Dus lange tijd had men gezegd, als we het menselijk genoom in kaart hebben gebracht, dan zijn we er. Dan is de biologie zowat klaar. Moeten we alleen nog even het in werking stellen en zoeken welke ziekten erbij horen, et cetera. Maar nu zei men, het is niet zozeer het einde, maar het is het begin van de genetica. Want we moeten nu al die combinaties gaan uitzoeken. En dat is vreselijk moeilijk. Wiskundigen noemen dat combinatorische explosies. Het aantal mogelijke combinaties is vreselijk ingewikkeld. En dan maakt het ook lastig, want stel dat we nu vinden dat een bepaald gen belangrijk is voor het ontstaan van een bepaalde eigenschap, dan kun je zeggen, nou, stel dat dat de ziekte is, laten we dat gen weghalen. Maar als dat gen ook nog in vele andere netwerken aanwezig is, ja, wat haal je dan nog meer weg? Dus het wordt heel tricky om dat te gaan doen. Zolang je one gene, one function is het heel simpel, maar nu wordt het heel lastig. Dus ja, geen 100.000, maar 20.000, maar ze werken in zeer complexe netwerken. En zelfs met de meest geavanceerde computertechnieken is dat vreselijk moeilijk te ontcijferen. Mensen die daarmee bezig zijn, biologen, zeggen dat is
echt een werk van hele lange adem. En dan komt er nog iets bij. Dat junk DNA, die 98% van het DNA dat geen functie heeft en wat afval werd genoemd, dat blijkt toch allerlei functies te hebben. En welke namelijk, en nu wordt het helemaal interessant, dat gen wat u heeft, dat wil niet zeggen dat die eigenschap ook daadwerkelijk gaat ontstaan. Dat gen moet aangezet worden. Gen kan passief zijn en het kan actief worden. En wat is daarvan de oorzaak? Wanneer wordt het actief? Nou, nu blijkt dat dat DNA, dat junk DNA, allerlei regulerende functies heeft. Dat DNA zet het DNA, de genen, aan of uit. Dus ook dat deel van het DNA wordt nu heel belangrijk in het onderzoek. En je moet kijken welke functies speelt dat precies. En dat was eigenlijk nog steeds een ontwikkeling die nog past binnen het neo-Darwinisme. Er werd gezegd, ja, het is veel lastiger, veel ingewikkelder dan we dachten. Maar het is nog steeds, alles vindt plaats in het DNA. En het vindt toevallig plaats, die veranderingen, door mutaties, toevallige kopieerfoutjes. En dat is nog steeds het verhaal wat we op kunnen houden. Maar het onderzoek van de laatste 15 jaar laat zien dat die vooronderstelling niet klopt. Mutaties zijn vaak helemaal niet toevallig. Als u een infectie heeft, dan vinden er in de plaats van de infectie ineens heel veel meer mutaties plaats dan gewoonlijk het geval is. En ook de snelheid waarmee ze plaatsvinden neemt enorm toe. En waarom is dat? Nou, het lastige bij virussen is, die veranderen steeds, die muteren ook. Vandaar dat u ieder jaar vergast wordt op een nieuw soort griep. Ja, want dat griepvirus dat verandert zich, dat muteert. Maar als de afweerstoffen ook gaan muteren dan, en heel snel dat doen en in een grote aantallen, heb je een goede kans dat er een mutatie bij zit die ook als antistof werkt. Ja, dus het blijkt dat het helemaal niet zo toevallig is. Het organisme zelf stimuleert het ontstaan van die mutaties. In feite is er hier sprake van een natural genetic engineering, zou je kunnen zeggen. Het lichaam zelf werkt als een, in zekere zin, een agent, zou je kunnen zeggen, is actief in het ontstaan van die mutaties. En dat sluit heel goed aan bij wat Lamarck zei. Er zit een levenskracht in die zelf tot grotere complexiteit aanzet. Zijn mutaties gradueel? Dat was een andere uitgangspunt. Nee, ook dat niet. En Barbara McKinnock, een Engelse biologe, die ontdekte al in de jaren 50 de zogenaamde jumping genes. En jumping genes, dat is een aanduiding voor het feit dat mutaties vaak niet één voor één veranderen, maar vaak worden hele groepen genen van een bepaalde plaats op het genoom verplaatst naar een hele andere plaats in het genoom. En van ons menselijk genoom is bijna 2/3 is het gevolg van dergelijke jumping genes. En sterker nog, die genes blijven jumpen. Het is niet zo, we hebben het idee, dit is mijn genenpakket en dat blijft de rest van mijn leven zo. Nee, dat verandert ook voortdurend. Het is veel dynamischer dan we dachten. Het is niet een soort boek wat geschreven is. Het is veel meer een database die voortdurend recombineert. Dat beeld van die database moet u even onthouden, want het is ook wat het begrip wat Nobel gebruikt als hij over genen spreekt. En in de derde plaats, en nu wordt het helemaal spannend, de rehabilitatie van de overdracht van verworven eigenschappen van Lamarck. Lamarck is helemaal terug. Ik heb samen met collega Frank Grosveld uit Nijmegen in 2010 een artikel in de Volkskrant geschreven van het Darwinjaar is voorbij. Laat ons nu alvast gaan beginnen het Lamarckjaar voor te bereiden wat binnenkort komt. Want Lamarck beleeft een herwaardering. En ik ga nu een paar spectaculaire voorbeelden zal ik u noemen. Dit is een experiment uit Wuhan, uit China. Daar heeft men genomen een goudvis. Daar houden Chinezen van. Wij doen met muizen meestal, maar Chinezen bij voorkeur met goudvissen. En ze nemen een goudvis, daar neem je een cel van en daar haal je het DNA uit. En dan stop je het DNA van een karper in de cel van de goudvis. Wat komt daaruit?
Een Kuiper. Ja, als je een neo-Darwinist bent, moet je zeggen het Kuiper. Want immers alle eigenschappen van een organisme, in dit geval van de vis, zitten in het DNA. Dus als je die cel neemt van de goudvis en daar karper-DNA in stopt, een soort, dat wordt wel genoemd een genoomtransplantatie, dan verwacht je dat er een karper uitkomt. Dat is niet het geval. Wat er uitkomt is een hybride. Een vis die tussen de karper en de goudvis in zit. En zelfs het aantal wervels bijvoorbeeld van deze is precies, houdt het midden tussen de karper en de goudvis. Hoe kan dit? Op een of andere manier is het dus zo dat niet alle eigenschappen in het DNA zitten, maar ook in de rest van de stoffen in de cel, die zijn van enorm belang welke genen worden aangezet en welke uitgezet blijven bij de ontwikkeling van het embryo. Dat is een ontzettend belangrijke bevinding natuurlijk, want dit is werkelijk een doorkruising van een van de basale uitgangspunten van het neo-Darwinisme. Ja, dit vind ik helemaal een fascinerend experiment van Feig, 2009. Die nam twee groepen muizen. En één groep muizen werd in een ervaringsarme omgeving gezet. Zeg maar in een hok waar niks gebeurt. Die vervelen zich te pletter. En die worden niet echt ontzettend intelligent in de zin van vindingrijk door oefening. En de andere groep wordt in een ervaringsrijke omgeving gezet. Van die loopratjes, doolhofjes met leuke spulletjes erin die je kunt vinden. Dus die muizen die hollen en klimmen. En die doen het een stuk beter. Nou, dan ga je testen welke van die muizen, groepen, de ervaringsarmen en de ervaringsrijken, welke doet het beste als ze voedsel moeten vinden in een doolhof. Ja, de rijken, hè, want die hebben geoefend en die zijn veel beter dat te vinden. Nou, dat verbaast natuurlijk niet, want dat had u kunnen bedenken. En dat heeft u ook gedaan. Maar wat blijkt nu, en dat had u niet kunnen bedenken, dat tot drie generaties nageslacht van deze muizen, ook al wanneer ze in exact dezelfde omstandigheden opgroeien, de muizen van de ervaringsrijke ouders, moeders, het ook veel beter doen. Dat is vreemd. Dus de aangeleerd gedrag van de moeder wordt overgedragen op het nageslacht. Waar hebben we dit meer gehoord, deze theorie? Dat is exact Lamarck. Dat is de theorie van Lamarck. Toen Frank Grosveld en ik erover schreven, het was net met de verkiezingen, toen hebben we gezegd, dit moeten de politici in hun oren knopen. Want iedere euro die u besteedt aan onderwijs, die is niet alleen gunstig voor de huidige generatie, maar die betaalt zich nog drie generaties minimaal uit. Maar, ik maak daar nu een grapje over, maar dit is een serieuze opmerking. Het hele onderscheid tussen nature en nurture wordt hier gedeconstrueerd. Je kunt, ja, hoe moet je het uitdrukken? Je kunt zeggen, nature zelf is een gevolg van nurture. Of nurture wordt een onderdeel van nature. Het is een soort Derridiaanse deconstructie van dat hele onderscheid wat hier plaatsvindt. En als je bijvoorbeeld kijkt, er zijn ook al mensen die die stap gezet hebben en gezegd, hoe komt het nu dat kinderen bijvoorbeeld in Amerikaanse suburbs in Los Angeles generaties achter elkaar zo slecht scoren op school? Komt dat omdat dat dommere mensen zijn die daar voorbestemd zijn om dan maar in dit soort arme achtergestelde wijken te komen? Of is dit een cumulatief effect van vele generaties ervaringsarm leven? Dus dat is een heel belangrijk politiek punt is daar ook mee. Je zou kunnen zeggen dat nurture, ik ben nog op zoek naar het juiste woord, maar iets wat zeg maar tussen nature en nurture in zit. Goed, we gaan nu naar de implicaties voor het menselijk zelfbegrip. Een aantal afsluitende opmerkingen. En ik verwijs daarmee naar het boekje The Music of Life van Dennis Noble. Muziek van het leven. En die keert zich in dit boek pontificaal tegen het boek van Dawkins, The Selfish Gene. En hij zegt, je kunt veel beter in plaats van het leven als een product van Selfish Gene zien, het leven als een muziekstuk.
Want, zegt hij, als je het leven ziet als een product van genen, dat is ongeveer hetzelfde als een vioolconcert van Schubert zien als het product van de partituur. Alsof de partituur de oorzaak is van dat muziekstuk. Dat is natuurlijk een beetje onzinnig. Om dat muziekstuk te hebben, ja, natuurlijk, zonder partituur bestaat dat niet. Maar voor die partituur heb je ook een componist nodig. Om het te spelen heb je de muzici nodig. De muziek is niet alleen de partituur, de muziek is die totaliteit. En zo ook, het leven kun je niet zien louter vanuit het perspectief van de genen. Het gaat over het gehele orkest. Het is een interessante idee die je ook in de hermeneutiek wel tegenkomt. En die hermeneutiek, die zoals u weet in het Centrum voor Contemporaine Europese Wijsbegeerte zo'n belangrijke rol speelt. Iemand als Deelter heeft dat beeld ook al gebruikt. Het leven is als een muziekstuk. En dat is interessant, omdat in vergelijking bijvoorbeeld met de idee van de genen zijn de code van het leven. Ja, dat veronderstelt al een zekere semantiek, een betekenis van zo'n code die door iemand opgeschreven wordt. Maar muziek is een taal zonder semantiek in zekere zin. Muziek heeft een samenhang, maar is nog niet noodzakelijk semantisch. Is nog niet noodzakelijk vol betekenis. En dat geldt ook voor organismen, zegt Nobel. Een organisme is doelmatig, net als een muziekstuk. Maar natuurlijk, we hebben ook vocale muziek. En ook in het leven heb je organismen die ook taal voortbrengen, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Ja, wie is de componist eigenlijk van deze muziek? En daarvan zegt Nobel, ja, de evolutie is de componist. Maar die is nog blinder dan Beethoven doof was. Ik heb dat geprobeerd op deze manier in beeld te brengen. Want die evolutie, die heeft niet een bepaald plan. Ik bedoel, Nobel, het feit dat hij zich tegen het neo-Darwinisme keert, maakt hem geen creationist of zo. Want hij gaat er ook vanuit, het zijn toevallige omstandigheden die steeds ons organismen steeds aanzetten om zich te veranderen. En wie is dan de dirigent? Ja, bij dat andere plaatje hier zagen we een dirigent die zijn best deed om het orkest een beetje bij de les te houden. Maar we kennen ook heel ander soort muziek. Neem jazz. Daar is helemaal geen dirigent bij aanwezig. En als u nu even denkt, wij zijn ons brein. Dat is ook zo'n idee, het brein coördineert alles. Maar er zijn ook talloze organismen, zegt Nobel, waar je helemaal niet zo'n centrale instantie hebt. Die modulen die zijn prachtig op elkaar afgestemd. Zoals in een jazzcombo werken ze samen. En je hebt geen specifieke instantie nodig die het bij elkaar houdt. Het kan gebeuren in de loop van de evolutie, wanneer organismen zo complex worden dat die samenhang een zekere centrale aansturing nodig heeft, dan zie je zoiets ontstaan als een centraal zenuwstelsel, hersenen en dergelijke, die de levensfuncties reguleren. Maar dat is niet altijd het geval. En vandaar ook dat hij zegt, evolution itself evolves. De evolutie zelf ontwikkelt zich. En dat is natuurlijk ook een goed idee, want in het neo-Darwinisme lijkt het alsof de evolutie nooit in de loop van de tijd veranderd is. Alsof dat altijd de eeuwig dezelfde wetten zijn geweest. De evolutie zelf heeft zich ontwikkeld. En hier is nog een idee wat ik kort nog wil noemen. En ik denk dat ik daar een afronding toe moet. Ik weet niet, heeft iemand? 5 minuten. Oh, dat gaat lukken. Ja. Dit is een tekening uit het boek ook, waarin heel duidelijk aangegeven wordt in dit schema ook een heel belangrijk verschil tussen het neo-Darwinisme en de integratieve biologie die Nobel voorstaat. Kijk, want bij Dawkins is het zo, je hebt de genen die bepalen de proteïnen, die de paden, de subcellulaire mechanismen, cellen, weefsels, organen, organismen. Dat is een monocausale ontwikkeling, van onderaf wordt alles bepaald. Dus op het niveau van de genen wordt alles vastgelegd in feite. Nobel heeft een idee van wat hij noemt downward causation. Hij zegt, het is niet zo. Het is natuurlijk zo dat van onderaf genen belangrijk zijn voor het vormen van proteïnen, et cetera. Maar de hogere niveaus, die gaan op zich weer hun invloed uitoefenen op de lagere niveaus. En dat is heel belangrijk voor
de opvatting. Want die selfish genes, daar klopt niks van, zegt Nobel. Het is niet zo dat wij voertuigen zijn van de genen. Het is veel andersom, veel eer andersom. Stel, een lever heeft een bepaald eiwit nodig. En die gaat naar zo'n gen toe en die zegt... Hey, jij daar, ga eens onmiddellijk dit proteïne maken. Hij zegt, de genen zijn de dwangarbeiders van de organen. Een beetje geforceerd beeld misschien ook hier. Maar hij stelt het natuurlijk tegenover Dawkins. We zijn niet de voertuigen van de genen. De genen zijn de dwangarbeiders van de organen. En dat is een fascinerend verschijnsel. En ik kan u een demonstratie geven hier van downward causation. Ik kan namelijk met mijn geest de materie verplaatsen. Let op. U kunt het ook. Hè? Het is tamelijk uitzonderlijk, maar wij kennen het allemaal. En dit is ook een vorm van downward causation. Wij kunnen zeg maar, de hogere niveaus van organisatie kunnen de lagere niveaus aansturen. En dat is een merkwaardig idee wat in de wetenschapsfilosofie en ook onder wetenschappers zelf veel bediscussieerd wordt als iets wat lastig is. Hè? Iemand heeft ooit gezegd, ik vind het een mooie uitdrukking, downward causation is conceptueel volstrekt onmogelijk, maar het is een feit. Want we zien het overal in de natuur gebeuren. Hoe het precies werkt, dat weten we niet. Er zijn mooie begrippen voor, zoals emergentie. En emergentie betekent in feite dat bepaalde verschijnselen weliswaar niet mogelijk zijn zonder de onderliggende mechanismen. Maar als die mechanismen samenkomen, ontstaan er zaken die eigenschappen hebben die je niet kunt voorspellen vanuit die lagere niveaus. En dit vind ik een van de mooiste voorbeelden daarvan. De vorming van vesicles. Als je namelijk vetmoleculen neemt en die gooi je in een waterige oplossing, gebeurt er iets aparts. En vetmoleculen zijn namelijk, als geesteswetenschapper vind ik dat geweldig, ik wist niet dat het bestond, dat zijn ambiguë moleculen. En wat is een ambiguë molecuul? Dat is een molecuul die aan de ene kant water aantrekt en aan de andere kant water afstoot. En die zijn aan de ene kant hydrofiel en aan de andere kant hydrofoob. Als je nu een heleboel van die moleculen in het water gooit, wat gebeurt er dan? Dan vormen ze automatisch een prachtige bolvorm. Namelijk alle hydrofiele delen gaan naar het water staan, naar buiten toe. Dan vormen zich twee lagen. Want namelijk de binnenlaag gaan alle waterliefhebbende delen gaan naar binnen toe staan. Want van binnen is ook een waterige oplossing. Dus je krijgt een prachtig membraan. Twee bolvormen die bepaalde stoffen doorlaten en andere niet. Het zijn membranen. En het lijkt alsof dit een geweldig ontwerp van iemand is, maar dit is spontaan. Spontane organisatie van de materie. En ook weer een bevestiging van wat Lamarck noemt, die zelforganisatie van de materie. En dit is een belangrijk punt in het ontstaan van het leven. Je moet eerst, voordat je reproductie hebt, voordat je metabolisme hebt, heb je eerst van dit soort bolvormen nodig. En die ontstaan spontaan. Als het louter een kwestie zou zijn van mutaties, toevallige mutaties, zou het vele miljarden jaren duren, veel langer in ieder geval dan de aarde bestaat, voordat je het simpelste cel zou krijgen. Maar door die zelforganisatie gaat dat een stuk sneller. Goed, nou, dit is een van de grappigste delen uit het boek. Hij neemt de zin van Dawkins en hij zegt, ik zal nu laten zien dat ieder element in die zin verkeerd is. Op één na, en dat is de zin, de genen zitten in ons. Hij zei, oké, swa. Laten we dat Dawkins toegeven. Maar verder, het is niet zo dat wij de voertuigen zijn van die genen. Het is veel en andersom. De genen zijn onze dwangarbeiders. En hun behoud is volslagen afhankelijk van het plezier waarmee wij ons voortplanten. Wij zijn de uiteindelijke redenen van hun bestaan. Ik vind dat een opsteker. Ja? Na al die sombere geluiden van die selfish genes, waar we niets meer dan voertuigen van zijn. Betekent dat dat we nu kunnen roepen, hoera, wij zijn helemaal vrij en niet gedetermineerd? Nou, dat niet helemaal. Want die causatie gaat twee kanten op. Het is niet alleen zo dat wij van bovenaf het hele proces bepalen. Heel veel processen in mijn lichaam, daar heb ik geen toegang toe. Die kan ik niet beheersen. En dat geldt ook voor heel veel andere krachten die op mij werken. Mijn omgeving, et cetera. Maar ik ben niet geheel weerloos.
En ik vind daarom het beeld zoals we dat bijvoorbeeld in de Griekse tragedies aantreffen, vind ik een veel realistischer beeld. De Griekse tragedies zeggen in feite shit happens. Dat hoort bij het leven. Soms gebeuren er dingen. Je kunt die nooit volledig beheersen. Maar je kunt op zijn minst, je bent ook geen willoos slachtoffer. De tragedie is niet een ander woord voor een pessimistische opvatting. We kunnen ons verhouden tot de zaken die ons aandrijven. We kunnen ze op zijn minst affirmeren of afwijzen. Dat is de minste vorm van vrijheid die we hebben. Arthur Miller, die The Death of a Salesman heeft geschreven, die heeft ooit een artikel geschreven. Toen voor het eerst las, moest ik even achter mijn oren krabben. Dat gaat over de tragedie. En dat begint met de volgende zin. De tragedie is het meest optimistische genre in de literatuur. Hoezo dat? Hij zegt, nou, zelfs wanneer ze verpletterd worden door het noodlot, gaan ze nog gewoon door. Dat is de menselijke conditie. En dat is optimisme. Als je dan nog doorgaat. Goed. Laat ik besluiten met een recente gebeurtenis. En u herkent denk ik allemaal deze foto van Joost Zwageman. En ik was bezig met het schrijven van het voorwoord en de uitleiding van dit boek van Nobel. Toen 8 september Joost Zwageman zelfmoord pleegde. En een week later stond in de HP De Tijd een interview met Zwageman. En dat had hij zelf gearrangeerd voor zijn dood. Hij had zelf de journalist opgebeld. Hij zegt, ik heb iets te zeggen. En de journalist kwam graag natuurlijk. Want Zwageman was een bekende Nederlander, bekende auteur. En die kans liet de journalist zich niet ontzeggen. En het lijkt een soort terugblik op zijn leven te zijn. Ja, achteraf zie je dat, ja, op dat moment. Maar het werd ook pas gepubliceerd na zijn dood. Maar voor de journalist zal dat misschien nog niet eens zo duidelijk zijn geweest tijdens het gesprek. En een van de elementen viel me vreselijk op. Hij zei, kijk, de gedachte aan zelfmoord, die heb ik vaak gekoesterd. En die gedachte was altijd een soort troost voor mij. En hij citeerde Nietzsche, die zegt, de zelfmoord is een gedachte waarmee je menig sombere nacht doorkomt. Namelijk het idee, nou ja, als alles tegengaat in mijn leven, kan ik er altijd nog een eind aan maken. Een soort troostgedachte. Maar zegt Joost Zwageman vervolgens, na het moment dat mijn vader zelfmoord poging had ondernomen, heb ik nooit meer troost aan die gedachte kunnen ontlenen. Want vanaf dat moment heeft de gedachte post gevat dat ik waarschijnlijk genetisch voorbestemd ben om zelfmoord te plegen. En want, zegt hij, ik heb gelezen dat zelfmoord een genetische dispositie is. En natuurlijk wil ik niet zeggen dat het neo-Darwinisme, dat deterministische beeld, de oorzaak is geweest van de zelfmoord van Zwageman. En we hebben vanmiddag er ook nog over gesproken in het seminar. En gezegd, nou ja, hij zal ongetwijfeld, en hij vertelt in het interview ook over een andere ziekte die bij hem ontdekt is en die veel lijden in het vooruitzicht stelde. Dat zal een rol gespeeld hebben. Maar dat deze gedachte op zijn minst een katalysator is geweest of ook meegespeeld heeft, het idee dat je voorbestemd bent op een bepaalde manier te moeten handelen, dat je daar geen enkele invloed op hebt, dat kan natuurlijk een zeer deprimerende gedachte zijn. En daarom ben ik blij dat, en hier ziet u een stuk uit dat interview. Een dergelijke gedachte is ook al om die reden, denk ik, uit een normatief perspectief voor mens, wat het betekent voor ons mensbeeld, is uitermate belangrijk. En is het ook uitermate belangrijk om je daartegen te weer te stellen. En daarom vind ik het zo belangrijk dat een boek als Van Nobel geschreven is, de muziek van het leven. Wat in ieder geval aangeeft, het betekent niet dat je volledige meester bent over je leven. Maar wij zijn zeker ook niet de willoze speelballen van degene. En daar wilde ik het voor dit moment bij laten. Dank u wel. Dan gaan we verder. Voordat Continuum. Ik verder ga, wil ik u eerst van harte bedanken voor een zeer inspirerende lezing. En heb ik neutraal nieuws, goed nieuws, slecht nieuws en weer goed nieuws. Het neutrale nieuws is, we gaan iets langer door dan verwacht, tot 9:15. Maar als u onverhoopt al eerder weg moet, dan kunnen wij u helaas niet tegenhouden.
Dan is er goed nieuws en na afloop is er een borrel in het cultuurcafé waar u alle welkom bent. Het slechte nieuws is, u moet alles zelf betalen. Het goede nieuws is wel weer dat het boek wat vandaag te koop is, laat het nog een keer zien, het Muziek van het Leven, geen 19,95 zal kosten, maar 17,95. Dus wat u daar koopt, kunt u weer. Dus zie nu het gezicht van de directeur betrekken. Als dat niet zo is, is het de schuld van de meneer die daarboven aan de trap staat. Nee hoor, ik denk dat... Goed. Ja, ik heb, als ik zelf tel, zo'n 15 vragen, maar die ga ik niet allemaal stellen. Eén ding wat mij opviel toen ik net het boek in de handen gedrukt kreeg, en met iets wat u zei over Joost Swageman en over je verhouding tot je eigen leven en over je idee van wat je bent, is iets wat ik gelijk op de achterflap las en dat wil ik graag even voorlezen. Er staat, het leven is volgens Nobel, het leven, met een symfonie te vergelijken, waarin de bladmuziek genen, de instrumenten cellen, de secties in het orkest, organen en de componist, de evolutie, allemaal even onontbeerlijk zijn. Nu zou ik, als ik de advocaat van de duivel zou spelen, en dat ga ik even doen, kunnen zeggen, waar zit daar mijn vrijheid? Want in plaats van een simpel substraat, genen die mij determineren, lees ik nu 4 of 5 verschillende zaken, cellen, organen enzovoort, die elkaar naar beneden en omhoog determineren, plus de kracht, de evolutie. Maar is het dan niet erger geworden? Ben ik dan niet minder vrij geworden in plaats van vrijer, nu er meer krachten zijn die bepalen wie ik ben? Nou ja, dat ligt eraan waar je die vrijheid lokaliseert. Hè? Als je zegt, nou ja, daar is dat lichaam en dat doet allerlei dingen, maar ik ben ook dat lichaam. En die zelforganisatie maakt dat mijn lichaam mij ook een heleboel dingen laat doen. Die kan ik vrijheid noemen. Niet vrijheid alsof ik vanuit een soort cockpit zeg maar, het lichaam aanstuur. Wij zijn ons breinachtig idee. Want ook onze geest is deel van, van die totaliteit. Ja. Het betekent wel, in vergelijking met een modern wereldbeeld waarin het subject een soort volstrekt autonome instantie is die zichzelf wetten stelt en daarna leeft, ja, in vergelijking met dat beeld noopt het tot een zekere bescheidenheid. Ja. Maar in vergelijking met het volstrekt gedetermineerde beeld van Dawkins winnen we een heleboel vrijheid en ook plezier in het leven, zou ik zeggen. Dus het is een verzet tegen twee extremen eigenlijk. Ja. Dan heb ik een vraag over een van die extremen. We hebben het daar net al kort over gehad. Wat ik me afvraag is, wat is uiteindelijk de charme van een simpel reductionisme? Waarom zien we steeds weer opnieuw de populariteit van wij zijn ons brein, wij zijn ons genen, wij zijn een evolutionair patroon van 50.000 jaar geleden dat zich herhaalt, wij zijn onze oerdriften. Waarom zijn die verhalen over een soort biologische, simpele determinant zo ontzettend populair? Ja, ik zou zeggen dat ze zowel populair zijn als deprimerend. Hè? En het kan naar beide kanten uitwerken. Aan de ene kant heeft het natuurlijk het prettige van als je een simpel antwoord op alle problemen hebt, dat is makkelijk. Dan denk je, oh, is dat alles dat je moet doen? Hè? Het is een beetje in de politiek als populisme. Hè? Heb je dat ook? Van, nou, als we de buitenlanders eruit gooien, zijn alle problemen opgelost. Nou, dat, nog los van het feit dat dat niet kan, is dat natuurlijk ook een onzinnige gedachte. Maar ja, het is een prettig idee. Zo simpel is het dus blijkbaar. Ja, dus in die zin zijn simpele oplossingen zijn vaak aantrekkelijk. Ze kunnen ook heel deprimerend werken, wat we ook gezien hebben bij Joost Swagemans. En ik heb zelf, ik doseer in Rotterdam en af en toe heb ik studenten die uit de Zeeuwse Bijbelbelt komen. Dat is een beetje, zeg maar, ook een deel van onze populatie komt daar vandaan. En ik heb, niet heel vaak, maar ik heb een aantal studenten gehad die echt diep in dat ook religieus deterministische wereldbeeld zijn opgegroeid. En die echt in een soort constante depressie verkeren dat ze zeggen, ja, misschien ben ik verdoemd. Mm-hmm. En zij zijn vaak heel erg aan het worstelen om van dat wereldbeeld af te komen. Maar het kan dus ook heel erg beperkend en deprimerend werken als je dat niet hebt. Dat eenduidige verhaal. Dus dat is een beetje. Maar het kan aantrekkelijk zijn in de zin, the theory of everything, wie wil die niet hebben?
En dan, dus dat is ook, want ik heb net even snel gespiekt in het nawoord dat u geschreven heeft. Dat is dan ook waarom u deze theorie van Dennis Noble een optimistische boodschap zou noemen. Ja, het is optimistisch en nou, realistischer, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, hij zegt niet van als je dit leest en ervoor tekent, dan is gegarandeerd dat je een gelukkig leven hebt. Maar het is een stuk realistischer en meer aansluitend bij onze levenspraktijk. Ja. He, dus dat vind ik, dat vind ik al een enorm voordeel. En het leert ook nog iets anders. En dat vind ik ook het mooie van het boek. Dat de metafoor die je kiest is niet louter een ornament. Hè? Ik bedoel, je kunt zeggen, ach, wij zijn voertuigen van de genen. Of ons leven is een muziekstuk. Kun je zeggen, nou ja, dat is maar hoe je het verkoopt. Maar het is veel meer dan dat, want zo'n metafoor werkt als een soort zoeklicht op de realiteit. En bepaalt ook hoe we gaan zoeken en wat we gaan zoeken. Mm-hmm. En wat voor soort verklaringen we toestaan. En dat zie je ook, dat is een soort fuik, kan dat werken. En dat is denk ik bij het neo-Darwinisme ook het geval geweest. Ja. En vandaar dat ik het nawoord heb genoemd survival of the fittest metaphor. De beste metaforen moeten in feite in deze overwinnen. En dat zijn, denk ik, de metaforen die ons beter in staat stellen te leven. Ja. In ieder geval geen zelfmoord te plegen. Om dan toch bij de optimistische boodschap een kleine verdenkmaking proberen te plaatsen. Een van de redenen dat Lamarckianisme... Wat is de correcte term? Lamarckisme. Ja, Lamarckisme. Verdacht is geweest, is dat het de suggestie wekt dat wij zelf onze eigen supermensen zouden kunnen kweken. Dat is een van de politieke problemen van die opvatting. En is het niet zo dat de muziekmetafoor dermate vriendelijk klinkt? Want we associëren dat waarschijnlijk allemaal met, zo, zeker zoals het beschreven wordt, met mooie orkesten die in prachtige harmonieën spelen en niet met atonale industriële ragherrie. Of militante marsmuziek. Of militante marsmuziek. En ik denk dat misschien is een van de veiligheden van een puur Darwinistisch beeld zoals u het beschrijft, is wat wij zijn wordt ergens daar bepaald. En wij hebben daar geen macht over. En dat is zonde in zoverre we ziek worden. Maar het is fijn in zoverre niemand dat kan gaan controleren en op die knoppen kan gaan drukken. En in welke mate komt dat gevaar nu terug als deze theorie waar is? Ja, ik weet niet of het hele grote probleem hier zit. Kijk, het punt is natuurlijk dat het hele onderzoek, het genetisch onderzoek, ons enorm veel instrumenten in handen heeft gegeven om te gaan knutselen aan ons bouwplan. Mm-hmm. Ja, op een hele fundamentele manier. En dat is ook een soort glijdende schaal, want je zag dat er aanvankelijk heel veel weerstand is. Nu vinden heel veel mensen al, nou ja, als je door genetisch onderzoek genetische defecten kunt opsporen, die leiden tot ondraaglijk lijden van een kind en vroeg sterven, dan vinden de meeste mensen tegenwoordig al, nou, dat detecteren en eventueel een zwangerschap afbreken, dat is wel bespreekbaar. Mm-hmm. Maar waar liggen daar de grenzen van? Mm-hmm. Zeggen wij straks een IQ van 80? Is dat iets wat we willen of niet? Dat zit een groot Dus ik denk dat daar veel eer het gevaar ligt dan aan de muziekmetafoor, om zo te zeggen. Ja, dus aan onze eigen capaciteiten en grenzen die we daaraan kunnen stellen. In dat idee van wat beïnvloedt die processen en niet, had ik ook nog een vraag. Als er dan een theorie is, en stel hij is helemaal waar, ik ga er gewoon vanuit dat hij helemaal waar is, van downward causation, is het dan neerwaartse veroorzaking all the way up? Zou het dus dat is mij niet duidelijk. Zou het in theorie dus zo kunnen zijn dat het gesprek dat wij nu hebben zich op een of andere manier tot op genetisch niveau laat gelden, inslijt? Jawel. Ja. Ja. Er is zeg maar in. Maar ik moet daar ook weer met de kwalificatie erbij. Maar er is zeg maar in Rotterdam traditie van onderzoek naar de invloed van hoe je stemming is op ontwikkeling van kanker. Mm-hmm. En dus hoe je erin staat is van groot belang daarin. En ik zeg met de kwalificatie, want ik wil voorkomen dat het idee postvat dat ik zou zeggen, het zit alleen maar tussen je oren. Want dat, ik bedoel, dat is een hele extreme versie daarvan. Dat natuurlijk niet, want er zijn genetische defecten die
aantoonbaar schade teweeg brengen. Maar de mate van ontwikkeling van de expressie van genen, et cetera, daarvan is ook downward causation, hoe je erin staat, is van belang. Mm-hmm. Hoe je verhoudt daartoe. Ja, maar dat is vergelijkbaar natuurlijk met Medea, die met dat mes voor haar kinderen staat. Daar zijn ook krachten. De jaloezie die haar ingeven te steken. En die jaloezie kan soms te sterk zijn. En bij Medea was dat. En ze doodde haar kinderen. Maar ze vocht er wel mee. Dus soms verlies je die strijd. En ik bedoel, dat is ook met ziekte natuurlijk. Maar het betekent niet dat je louter speelbal bent van genetische processen. Want ze maken deel uit. De muziek is het geheel. En er zijn vaak ook valse tonen bij. En als je niet van atonale muziek houdt, kan je leven soms ook vreselijk klinken. Maar je bent niet een louter speelbal. Ja. En dan als laatste vraag van mij, voordat ik het aan de zaal overgeef. De titel van het seminar vanmiddag was Human Nature After Neo-Darwinism. Wat blijft er nog over aan menselijke natuur in dit beeld? Wat blijft er een werkbare definitie van wat onze natuur is als dit klopt? Nou ja, wat denk ik voor... Kijk, we zijn natuur in de zin, staan wij in een hele lange traditie. Hè? Maken wij deel uit van een evolutie die 4 miljard jaar heeft geduurd. Hè? En die ook in ons nog werkzaam is. Hè? Dat vind ik ook vaak wel een soort prettig idee. Hè? Dat ik een culminatiepunt van 4 miljard jaar evolutie ben. Hm? En dat geldt voor ons allen. Hè? Ik bedoel, het is niet... dat u niet denkt, deze auteur, die heeft wel een hele hoge dunk van zichzelf. Ik bedoel, als mens is dat, zeg maar, toch vind ik het in zekere zin een troostrijke gedachte. Hè? Je doet het niet alleen, zeg maar. Het is 4 miljard jaar evolutie heeft dit mogelijk gemaakt. Maar bij mensen is er nog wel iets heel bijzonders natuurlijk, dat die downward causation, die op alle niveaus speelt, bij ons ook de vorm heeft gekregen dat onze ideeën heel belangrijk zijn in hoe die werkelijkheid aan ons overkomt. En het voorbeeld van die metafoor is daarvan een prachtig voorbeeld. Mm-hmm. Kijk, de natuur is heel complex en wij kunnen daar vele verhalen op loslaten. En het soort verhaal wat wij vertellen is mede bepalend voor dat object. Ja, dus dat is typisch menselijk, zou ik zeggen. Dat is iets wat mensen en misschien in beperktere mate hogere primaten hebben. Die zitten in veel opzichten dicht tegen ons aan. Maar in ieder geval, door onze taal met name, kunnen wij niet alleen de werkelijkheid beschrijven, maar kunnen wij ook mogelijke werelden beschrijven, negaties beschrijven. Dus ik kan ook mijn leven denken dat het anders zou kunnen zijn dan het nu is. Wat mij weer de mogelijkheid biedt tot verandering. En dat unieke vermogen van de mens, zou ik zeggen, dat is het menselijke van de menselijke natuur. Helder. Ik wil professor Jos de Mul graag nog een keer hartelijk bedanken voor zijn bijdrage vanavond. En verder bedanken wij namens het CCEP u allen dat u hier vanavond was voor ons derde verjaardagsfeestje. Dank u wel. Thank you.